Dames en heren, volgens mij ben ik goed te verstaan, maar mijn Gronings is nog niet zo goed. Maar ik zou toch nog één keer graag een applaus willen voor Waraans. Dank jullie wel allemaal. En welkom, welkom op deze prachtige 15 juni. Welkom op onze seizoensafsluiting. En als het aan ons ligt, gaan wij hier een traditie van maken. Een traditie waarin wij terugblikken op het vorige seizoen. Waarin wij vooruit gaan kijken naar het seizoen wat komen gaat. En waarin wij u ook graag mee willen nemen in de status van ons beleidsplan samen naar de grote markt. En deze seizoensafsluiting is direct een bijzondere. Want over een paar uur zit ons jubileumseizoen erop. 50 jaar FC Groningen. En ik denk dat u allen met me eens bent dat het een memorabel seizoen is geweest. Een seizoen dat begonnen is met een knal, of eigenlijk heel veel knallen op de Grote Markt, 365 dagen geleden, zo rond middernacht. Maar ook een seizoen wat geëindigd is in mineur, met 7 competitienederlagen op rij en een teleurstellende en FC Groningen onwaardige 12e plaats. En dan is het heel makkelijk en ook wel gebruikelijk in de voetballerij om direct te zeggen dat we praten over een mislukt jubileumseizoen. En als we naar de ranglijst kijken, dan ga ik daar ook volledig in mee. Maar dat maakt nou precies het besturen van een voetbalclub erg moeilijk. Er wordt van ons verwacht dat we sportief presteren, maar zeker ook commercieel en financieel. En laten wij die laatste twee dit seizoen nou heel goed voor elkaar hebben gehad. En begrijp maar goed, ik ga niet recht praten wat krom is. Een 12e plaats bij FC Groningen hoort niet, dat is slecht. Maar het is te kort door de bocht om aan te geven dan direct dat dit seizoen mislukt is. En ik ga u later vanavond uitleggen waarom wij bij FC Groningen er zo over denken. En waarom wij vinden dat er dit seizoen wel degelijk mooie dingen gebeurd zijn. Maar laten we de terugblik beginnen met terugkijken naar het voetbalseizoen. Het voetbalseizoen was loodzwaar. De belangrijkste reden waarom wij uiteindelijk niet de sportieve doelstelling hebben gehaald is dat omdat wij als directie samen met de hoofdtrainer niet uit één mond konden praten. De discussie ging continu over de kwaliteit van de selectie en uiteindelijk de daaraan gekoppelde doelstelling. En daar zijn we niet uitgekomen. En natuurlijk is het heel vervelend als op de laatste dag van de transfermarkt je 2 belangrijkste spelers worden verkocht. En de 3 nieuwe spelers worden bijgehaald die aan alles nog moeten wennen. Dan heb je weer tijd nodig om daar een geoliede machine van te maken. En die tijd hebben we vanaf het begin af aan gegeven en hebben we ook gecommuniceerd. En dat is ook de verklaring geweest voor de hele stroeve seizoenstart die we met z'n allen hebben gemaakt. Maar na de winterstop heeft het elftal zijn rug gerecht. Er werden 3 perfecte, prima maanden gespeeld waarin we goed spel de mat legden en ook heel veel punten haalden. Waardoor wij na 27 wedstrijden met 36 punten gewoon op de 8e plek stonden en de play-offs Europees voetbal daarin volledig in eigen hand hadden. En wij dachten, en ik denk met mij ook heel veel mensen op deze tribune, dat we met het resterende programma, waar onder andere Sparta thuis, Heracles thuis, Cambuur thuis, RKC uit in zat, nooit dat wij geen enkel punt meer zouden bijschrijven in die 7 wedstrijden. Maar dat is uiteindelijk toch gebeurd. En daardoor hebben we de allerbelangrijkste doelstelling van het seizoen niet gehaald. En dat is onnodig en voelt slecht. En daar zijn wij simpelweg als directie eindverantwoordelijk voor. In topsport kan je alleen maar winnen of verliezen. En wij hebben simpelweg verloren. Wij wilden graag met iedereen aan boord het schip de haven invaren. Dat is gelukt. Maar uiteindelijk met meer schade dan verwacht. En daardoor is het een erg leerzaam jaar geweest. En zorgt het ook voor gezonde revanchegevoelens om uiteindelijk volgend jaar met grotendeels dezelfde selectie wel de play-offs te gaan halen. Want over de kwaliteit en in de potentie van deze selectie zijn wij nog steeds heel erg enthousiast. Natuurlijk willen wij heel graag de selectie versterken. En de mensen die de club nauw op de voet volgen, weten wij dat we de afgelopen maanden ook al hebben gedaan. Maar het feit dat wij een selectie hebben waar heel veel waarde in zit en die voor langere tijd vast ligt, geeft heel veel rust binnen de club. Dat zorgt voor een solide basis
om uiteindelijk verder te gaan bouwen. En daarnaast hebben de transfers van Gabriel Gudmundsson, Asor Matusiwa en Björn Meijer ervoor gezorgd dat de club veel gezonder is geworden. De jaarlijkse druk van elke keer meerdere spelers verkopen, die is er vanaf. Wij zijn in staat om het elftal wat langer bij elkaar te houden en dat vergroot de kans op succes. Maar wij vinden dat wij als club altijd wel moeten blijven verkopen. Dat hoort nou eenmaal bij de positie die FC Groningen heeft in de voetbalmarkt. Wij willen jonge talenten een podium bieden om uiteindelijk hier te beginnen, beter te worden en de volgende stap te maken. En als je dat podium wil behouden, dan zou je dat af en toe moeten bevestigen met een transfer. Het grote verschil is dat we nu op eigen kracht, uit eigen middelen, adequate vervangers kunnen gaan halen. En dat geeft heel veel vertrouwen. En dat vertrouwen hebben we uit meer dingen gehaald. Uit meer dingen en meer gebeurtenissen die tijdens dit jubileumseizoen zijn gebeurd. En laat ik beginnen met de steeds sterker wordende band tussen de club en onze supporters. En dat begon eigenlijk ook al op de eerste dag van ons jubileumjaar. Toen wij het standbeeld van Martin Koeman onthulden. Een cadeau van de club aan de supporters en aan de sponsors als dank voor de enorme steun die wij hebben gehad tijdens de coronaperiode. En wat is het mooi dat je hier elke dag langs kan wandelen, dat je ons clubicoon vereeuwigd ziet voor het stadion en dat het ons doet denken aan de tijd dat we samen hebben geknokt om de club een beetje groter en een beetje sterker weer te maken. En ook de Noordtribune heeft ons afgelopen jaar trots gemaakt. Zo'n anderhalf jaar geleden kwamen de supportersgroeperingen met een idee om van hun tribune een eigen huis te maken. Met man en macht werd er gewerkt maandenlang om de tribune een prachtige nieuwe uitstraling te geven. Met nieuwe kleuren en nieuwe uitingen. Er kwamen 2 horecapunten bij voor meer bier en sneller bier. En er is een DJ-booth geïnstalleerd om het feestje na afloop nog even wat langer door te laten gaan. En dit alles heeft geresulteerd in een bijna uitverkocht de Noordtribune elke wedstrijd. Met een geweldige sfeer en onvoorwaardelijke steun. Zelfs toen wij 7 wedstrijden op rij aan het verliezen waren en misschien niet zo verdienden. En door dicht bij onze achterban te blijven, door open te communiceren en ook zeker door onze kernwaarden niet te verloochenen, geloven wij ook dat deze steun onvoorwaardelijk zal blijven. Maar er was meer goed nieuws. Ook commercieel zit er groei in. En dat vind ik knap. Want we zijn 3 jaar lang geteisterd door corona. En we hebben tussendoor ook nog even te maken gehad met een faillissement van de hoofdsponsor. En dat is allereerst te danken aan de steun die wij hebben gehad van onze loyale en trouwe sponsorgroep. Wij zijn er samen in geslaagd om steeds meer sponsors te behouden voor FC Groningen. Waar wij in 2018, 2019 nog een behoudpercentage hadden van 72%, is dat inmiddels gegroeid naar 83%. En dat willen we en dat kunnen we nog beter doen. Maar het is hartstikke fijn om te zien dat die achterdeur steeds verder dicht gaat. Ook de entree van de Talent Group Groningen mag niet ongenoemd blijven. Onze nieuwe businessclub voor young professionals tot 35 jaar heeft in 1 seizoen meer dan 100 stoelen verkocht. Een onvoorstelbaar succes en een compliment aan alle leden, maar zeker ook aan alle mensen die daar betrokken bij zijn geweest. Maar als mooiste commerciële succes van afgelopen jaar, dat was toch wel onze nieuwe hoofdsponsor. Toen het vervelende bericht van Offercenter ons bereikte, konden wij razendsnel doorschakelen en hebben wij met OG Clean Fuels een prachtige nieuwe hoofdsponsor kunnen presenteren. OG heeft als producent van schone brandstoffen perfecte raakvlakken met het imago van FC Groningen, maar ook met de regio van FC Groningen. Net als wij, net als de club, hebben ze internationale ambities en staan ze onder andere met hun programma OG Heroes midden in de maatschappij. In deze hele korte periode dat we samenwerken, voelen we al een enorme verbondenheid en we kijken er ook enorm naar uit om het partnership tot een heel groot succes te gaan maken. Maar we sluiten de terugblik af met wel de grootste stap die we hebben gemaakt als club in de afgelopen tijd. Heel veel van jullie weten dat wij na het seizoen 2018-19 niet zo'n florisante financiële positie hadden. We hadden een negatief eigen vermogen als club van 3 miljoen euro. Een ruime schuldenlast van 13 miljoen euro. Die bestond voor 10 miljoen euro uit spelersfondsen. Doordat wij de afgelopen 2 seizoenen al winst hebben genoteerd, hebben we al een stapje de goede richting ingezet. Maar met name door de transfers die wij dit seizoen hebben gerealiseerd, denken wij na dit boekjaar, na dit seizoen,
te gaan eindigen op een positief eigen vermogen van 10 miljoen euro en zijn alle spelersfondsen uit de boeken gewerkt. Daardoor komen wij steeds verder in onze kracht en dat zorgt voor een heel stevig fundament onder de club. En nu zie ik u allemaal denken, Gudde, ga eens geld in die selectie investeren. Nou, dat deden wij al, dat gaan wij ook zeker doen, maar helaas is het niet zo makkelijk. Ik zal u heel eenvoudig proberen uit te leggen hoe een voetbalclub financieel in elkaar zit en welke keuzes wij de aankomende jaren willen gaan maken. En dat begint bij het doel. Wij willen uiteindelijk op de grote markt komen en dat willen wij op een duurzame manier doen. En duurzaam betekent voor ons dat wij geen eendagsvlieg gaan worden. Wij willen elk jaar een kans hebben om Europees voetbal te halen. En om dat doel te bereiken heeft een voetbalclub eigenlijk heel simpel 2 potjes. Potje 1 is ons eigen vermogen, waar ik het net over had. Die pot van 10 miljoen euro. Die gebruiken wij om te investeren in met name transfersommen en tekengelden. Om de selectie te versterken. Dit potje is inmiddels best wel in het niveau van onze Europese concurrenten. Zoals AZ, Utrecht en Vitesse. Maar wij gebruiken dit potje niet alleen om te investeren in die spelers, in die transfersommen en tekengelden. Maar we willen het ook investeren in bijvoorbeeld de organisatie. Of in overige faciliteiten. Simpel voorbeeld. Aankomende winterstop zullen wij weer 3 horecapunten gaan bijbouwen. 2 op de Piet Franse tribune, 1 op de Koeman tribune. Om onze supporters beter te kunnen bedienen. Maar daar komt ook weer extra geld in het laadje. En dat geld gaat naar potje nummer 2. En die noemen wij de begroting. Of met een heel duur woord, de exploitatie. Vanuit die begroting betalen wij bijvoorbeeld spelersalarissen, betalen wij onze opleiding, betalen we onze scouting, ons technisch personeel, eigenlijk al onze jaarlijkse kosten. Maar dit potje, dat bevindt zich nog steeds in de middenmoot. Dat is heel ver weg nog steeds van die Europese clubs. En wij moeten dit potje dus gaan laten groeien als we uiteindelijk op de grote markt willen komen. En dat willen wij ook gaan doen. En daar hebben wij 3 manieren voor om dat te doen. De eerste is eigenlijk heel simpel. We moeten meer omzet gaan genereren, meer geld gaan verdienen. Er moeten meer sponsors bijkomen, we moeten meer partners aan ons verbinden. Meer seizoenkaarten verkopen, meer losse kaarten verkopen. Meer horeca omzetten op wedstrijddagen en op niet-wedstrijddagen. Meer merchandise verkopen. Wij moeten simpelweg meer geld gaan verdienen. Aankomend jaar zal onze omzet naar verwachting met een kleine 2 miljoen euro gaan stijgen. We zullen uitkomen op ongeveer 21,75 miljoen. Een ambitieuze, maar goede stap om uiteindelijk op de grote markt te komen. Het tweede wat we gaan doen is ons begrotingstekort wat op laten lopen. Waar wij normaal gesproken met een begrotingstekort werken van 2 miljoen euro, zullen we het aankomend seizoen gaan doen met 3,5 miljoen euro. En dat tekort dat is gedekt uit potje 1, uit ons sterke eigen vermogen. Dus wij hoeven geen spelers te verkopen. Sterker nog, wij gaan dat geld investeren weer in voetbal om uiteindelijk de kans op succes nog een stukje groter te maken. Noem dat maar een verantwoord risico. En nummer 3 is wij moeten beleid gaan maken op onze huisvestingslasten. Op dit moment bedragen onze huisvestingslasten meer dan 20% van onze kosten. Wij geven bijvoorbeeld al meer dan 3 miljoen euro uit aan alleen de huur van dit stadion, van het Toppers Zorg Centrum en van Sportpark Corpus den Hoorn. En die huurlasten die moeten omlaag. Maximaal 15% vinden wij dat ze mogen bedragen. Om uiteindelijk weer meer geld aan voetbal uit te kunnen gaan geven. En we gaan daar direct mee beginnen en we gaan ons daar focussen op het Toppers Zorg Centrum. Ondanks dat er in verschillende media anders werd gesuggereerd, zijn wij heel enthousiast over het concept van het Toppers Zorg Centrum. Wij geloven in de combinatie van topsport en topzorg, die uiteindelijk ook beschikbaar is voor de breedtesport. Dat brengen wij al dagelijks in de praktijk. Elk persoon kan op dit moment het groene gebouw instappen en zich laten behandelen aan wat dan ook. Die combinatie is er al. Daarnaast zijn wij heel enthousiast over de hoogwaardige faciliteiten die daar te zijn. Wij werken met faciliteiten die behoren tot de top van Nederland. En die delen wij ook met andere topsportorganisaties. Op dit moment is het wel passen en meten, maar trainen er buiten FC Groningen om gewoon 6 andere topsportorganisaties in het topsportzorgcentrum. En dat willen we ook blijven doen, want dat is goed voor de topsport in Noord-Nederland. En toch missen wij regie in het concept. En we vinden het onterecht dat andere gebruikers dat verwijt van het missen van regie wegleggen bij de gemeente,
Want zonder de gemeente was dit gebouw er namelijk niet geweest. En daarom willen wij zelf de regie gaan pakken en hebben we de afgelopen weken daarin stappen gezet. Vanaf 1 juli zullen wij eigenaar gaan worden van de zorglaag van het Toppel Zorgcentrum. We hebben overeenstemming bereikt met L&J Panden en wij zullen vanaf 1 juli eigenaar zijn van die zorglaag. Dat betekent dat de huurinkomsten die wij daaraan gaan verdienen weer terug gaan stromen in potje 2. Maar nog veel belangrijker, wij kunnen het zorgconcept nog veel beter gaan maken, zodat het nog beter is voor topsport, maar uiteindelijk ook voor breedtesport. En daarnaast hebben wij ons ook bij de Euroborg NV gemeld om ook de andere 3 lagen van het Toppel Zorgcentrum te gaan kopen. We willen eigenaar worden van het volledige gebouw. En dat betekent dat onze huisvestinglasten in 1 keer, als dat lukt, zullen gaan dalen. Het betekent ook dat wij nog meer regie kunnen hebben over het concept en binnen de visie dat nog veel beter weg kunnen gaan zetten. En we hebben nog een derde wens en dat is namelijk dat wij gaan verhuizen met onze kantoororganisatie die zich daarboven bevindt naar het Toppel Zorgcentrum toe. Wij willen onder 1 dak werken. Dat is beter voor de samenwerking, beter voor de efficiëntie en beter voor het werkgeluk van al mijn collega's. En een bijkomend voordeel daarvan is dat we die ruimte misschien kunnen gaan verbouwen voor sanitaire en horecavoorzieningen voor supporters die op de tweede ring zitten. Zodat je niet meer naar beneden hoeft als je naar het toilet moet of je hapje of je drankje wil halen. De Euroborg heeft ons verzoek in beraad genomen en wij verwachten binnen een aantal maanden een terugkoppeling. En mocht dat positief zijn, dan betekent dat echt een enorme stap vooruit voor de club. Beste FC'ers, wij begrijpen heel goed dat wij een kras hebben weg te poetsen. De kras van de 12e plek. En dat gaan we absoluut, absoluut ook aankomend seizoen doen. Maar dit jubileumseizoen heeft ons heel veel gebracht. Een stapje dichter bij nieuwe herinneringen. Een stapje dichter bij succes. En een stapje dichter bij de grote markt. Wij zijn er heilig van overtuigd dat de volgende 50 jaar FC Groningen net zo mooi gaan worden als de eerste 50 jaar FC Groningen. Ik wil u namens al mijn collega's een fantastisch voetbalseizoen wensen en ik hoop u eind juli, begin augustus allemaal in een kolkende en sfeervolle Euroborg terug te zien. Dank jullie wel. En dan gaan we door nu naar het meest interessante gedeelte van het programma. En ik mag ook nog eens een keer de aankondiger zijn. Allereerst wil ik een applaus hebben voor onze host van vanavond, Frank Veenhoff. Dan mogen de handen op elkaar voor onze voorzitter van de supportersvereniging, John de Jonge. En ook graag voor mijn collega en jullie technisch directeur Mark-Jan Flederis. Rood of... Maar het grootste applaus graag voor onze hoofdtrainer voor de aankomende 3 jaar, Frank Wormoed. Succes. Rood, dank je wel. Frank, om te beginnen, spa rood of spa blauw? Blauw. Dankjewel. Zo, hebben we dat alvast gehad. Ook namens mij, welkom allemaal. Super dat jullie in zulke grote getalen zijn gekomen. Echt ontzettend mooi. Ook voor de kijkers thuis, die zien jullie volgens mij helaas niet. Maar er zit echt een hele grote groep mensen. En we gaan vandaag ook jullie nodig hebben, want we gaan heel veel vragen stellen aan Frank Wormoed, aan John de Jonge, aan Mark-Jan Verderes. En ik heb 2 assistentes gekregen. En dat zijn als het goed is Marloes en Margot. En die staan daar bovenin, zie ik al. En waar is Marloes? Daar, met de microfoon. En dan kunnen jullie straks op gaan staan op het moment dat ik vraag wie heeft er een vraag. En dan kan je een vraag stellen aan een van deze beide heren. Frank, we gaan toch met jou beginnen. Ja, de afgelopen dagen waren je eerste dagen hier. Je bent voorgesteld aan de media. Je hebt er al een sessie op zitten met supporters, geloof ik. Wat is je eerste indruk? Waarom heb ik deze vraag verwacht? Toen ik gisteravond op mijn bed was, heb ik gedacht, wat is eigenlijk vandaag gebeurd? Gisteren gebeurd. Het was unglaublich, fantastisch organisiert. Van 8 uur, na 9 uur hebben we begonnen, tot avonds. Hoe lang?
3 Uhr nachts? Nee, so laut nicht. Es war unglaublich. Ich habe natürlich mehrere Kehr meinen Verhalten, warum bin ich hier in Groningen und was ist mein Teil gewesen? Herakles, Enzo, viele Fragen beantwortet. Es war echt ein Marathon. Ich habe auch gesehen, welch fantastisches Stadion hier ist und ich war auch in Kehr mit meinem Teammanager auch in Groningen selbst. Und das war, der Eindruck war fantastisch und da ich gesagt habe, das ist ein Bettchen auf Freiburg. Und unterdessen muss ich sagen, nee, ein Bettchen nicht, das ist echt Freiburg. Ich bin Liebhaber von Silke Groth, Staden, und dort viel, viel Aktie sein. Auch der erste Kerl in der Bibliothek gewesen, habe gleich mit denen gesagt, boah, hier kann ich lesen, hier kann ich werken, hier kann ich auch nachdenken. Und alles andere, der Trainingscamp, muss ich sagen, beeindruckend. Was ist Nederlands? Beeindruckend in Nederlands? Beeindruckend? Ja, fantastisch. Uitstekend. Ja. Und darum bin ich auch gelukkig hier zu sein. John, jullie hebben dan gisteravond voor het eerst met Frank gezeten. Wat bespreken jullie dan? Waar gaat het over? Volgens mij zit ik een beetje we hebben eerst, denk ik, een beetje uitgelegd wat wij vooral als supporters ook verwachten. Hè? Wat Groningen supporters graag zien. Iedereen wil wel kampioen worden hier, maar dat is geen eis, denk ik. Maar wij willen gewoon hard werken zien, normaal doen, et cetera. Een beetje dooddoeners allemaal, maar dat, zo is het wel. Daarna hebben we gewoon een beetje geboomd ook hoe je sommige spelers bijvoorbeeld, hoe die over kunnen komen, hoe je dat wat anders kunt laten doen. Dat was dan ook nog met Marianne erbij en met Wouter. Ja, dan heb je het over dat soort dingen. Wat is je eerste indruk van Frank? Ja, goed. Dus, hij gaf ons gisteren allerlei complimenten aan het eind van het gesprek, dus dat is een goed gevoel erbij. Nee, dus het was voor mij een duidelijk gesprek en ik denk dat Frank ook iemand is die, wat ik merkte, ik ook duidelijk snapte wat wij bedoelden. Nou, en ik denk ook dat hij dat gaat uitvoeren. De hele nacht niet geslapen. Ja. Nu had je het net over Freiburg. Wat is, ik denk dat de meeste mensen hier, ik ook niet, ik weet niet precies hoe de sfeer en hoe het stadion bij Freiburg is. Wat zijn dan dingen waarop we lijken op Freiburg? Nee, ten eerste, de stad zelf heb ik bedoeld, is een grote stad, is dynamiek in de stad. Ik was op de Grote Markt, je moet ja weten, het project heet Samen naar de Grote Markt, dan moet je de Grote Markt ook maar bekeken, damit je weet in 1 jaar of in 2 jaar, sorry, ook in 3 jaar misschien daar staan. Dus je bent er geweest? Natuurlijk, dat was de eerste weg van de Matthias, teammanager, zeggen hier jongen, hier is de Grote Markt. Dat je weet, dat is de doelstelling. Oké, okay. Natuurlijk ook de club, ik ben natuurlijk in Freiburg heb ik gespeeld en getraind en daar heb ik een beetje ook een soortgelijke dingen gezien van ook de club. Herakles heb ik altijd gezegd, dat is de SC Freiburg van Nederlands, omdat het kleiner was. Maar ik bedoelde de oude Freiburg. De grote, nu de grote Freiburg is soortgelijk met Groningen hier. Niet qua budget, daar is een grote verschil, maar de atmosfeer, de sfeer en alles met de fans enzovoort. Marc-Jan, ook welkom. We hebben je nog niet aan het woord gehoord. Dank. Hoe is het met je? Ja, met mij is het hartstikke goed. We hebben gisteren hartstikke een leuke dag gehad, volgens mij. Wel een lange dag, hè, wat Frank net zegt. Ik denk dat Frank bijna iedereen inmiddels in Groningen kent. Dus dat is hartstikke goed. Ja. Zal hij de naam allemaal even onthouden dan? De meeste wel, denk ik. Ach, toch? Detlef, ben je hier? En Marc-Jan, wat ondertussen, ik denk dat de meeste spelers op vakantie zijn of zijn geweest. Voor jou gaat het werk gewoon door. Waar ben je de afgelopen weken mee bezig geweest? Veel contact gehad met Frank, uiteraard. Over de voorbereiding, hoe gaan we die invullen, hoe ziet de staf eruit. We hebben met Dennis van der Reen, assistenttrainer, binnengehaald. En de afgelopen weken hebben we natuurlijk ook nog een paar spelers gehaald. Nog niet iedereen is ook binnen. Hè. Ik denk dat iedereen ook weet waar ik op doel. We hopen dat de komende week af te ronden. Ik ga maar gewoon zeggen, Liam van Gelderen gaat het doen. Ja, Liam van Gelderen. Ja, als het goed is gaat hij een deze dagen eindelijk een keer tekenen. We hebben even een tijdje op Ajax moeten wachten. En dan gaat het vooral over juridische dingetjes, papierwerk. Maar waarschijnlijk gaat dat wel goed komen. Maar daar ben ik de afgelopen weken druk mee geweest. En ik moet zeggen, dat is wel ook wel weer een hele leuke tijd. Waar Wouter net al aan refereerde. Natuurlijk zijn we niet blij met de 12e plek van afgelopen seizoen. En houden we daar wel een zure nasmaak aan over. Maar ik voel nu wel weer heel veel energie om te beginnen aan een nieuwe periode, aan een nieuw hoofdstuk. De afgelopen weken ben ik eigenlijk daar alleen maar mee bezig geweest. En dan was
ja, gisteren eigenlijk wel een soort van aftrap voor je gevoel. Ja, dat het ook in de openbaarheid komt. Ja, dat je met een nieuw hoofdstuk bezig bent. En ja, dat voelt goed. Je had het ondertussen over Dennis van der Ree. Gaan dan ook die besprekingen samen met Frank? Want hij moet er uiteindelijk mee gaan werken. Ja. Frank, heb je al met Dennis van der Ree gesproken? Heb je al met de nieuwe assistent Dennis van der Ree gesproken? Ja, we hebben in gesprek in de businessruimte gehad om leren kennen. En dan haal je ook nog referenties om te kijken wat voor een mens komt daar. En daarom, ja, hebben we gedaan. Hè? We hebben ook taken gegeven, we moeten ook iets analyseren om te zien, wat kan hij eigenlijk? We waren beide heel overtuigd. Ne? We hebben hem Heracles FC Groningen laten, of Groningen Heracles laten analyseren. Ja. En niet de enige wedstrijd als Heracles verloren heeft, nee, de andere zes. Nu heb jij een plan gemaakt om jouw technische staf ook beter te leren kennen. Als goed, je gaat komend weekend met je technische staf met z'n allen in een hotel en dan elkaar leren kennen. Hoe ziet zoiets er precies uit? Ik heb goede ervaring gemaakt dat we voor de wedstrijdfase, de trainingsfase, voorbereidingsfase, samen nog niet alleen de ploeg ziet, maar ook de team om de team heen, de staff. En we moeten ook een team zijn, we moeten ook voorbeeld zijn, we moeten ook elkaar leren kennen. Natuurlijk, hier zijn veel mensen die kennen elkaar. Maar misschien kunnen we nog iets beter leren kennen. En daarom gaan we 2 dagen samen hier met het staff op een hotel, op workshop. Iedereen moet dat weten. We zijn hier welk hotel. Ja, we zijn nog een open club. Er is nog een hotel in nodig. We zijn nog een open club, heb ik gedacht. Jullie zijn alle uitgenodigd. Lijkt er meteen mij een mooi moment om naar een vraag te gaan vanaf de tribune. Is er al iemand die een vraag heeft? Mag diegene wel even gaan staan? Dan gaan we met de microfoon langs. Ik ben nog niet klaar. Okay. Nee? Ja, ik zie iemand staan. Anders gaan we ondertussen nog even verder, Frank. Want je gaat dus eerst met de staf een weekend zitten. Hoe zien jullie eerste weken met de selectie eruit? Volgende week. Ja, de normale proces, de normale verloop. We moeten heel snel met één stem spreken. We denken als één persoon, zeg ik altijd. Dat betekent, is het niet zo, dan komt Frank Wormut und dann ist alles beter. Wir haben fantastische Staff. Die hebben mit der Bluch gewerkt. Der Bluch ist ja eigentlich zusammengehouden worden. Sind op dit moment 5 nieuwe Spelers. Ja. Darum ist ein guter Beginn. Maar desalniettemin, moet je dat kijken dat de ploeg heel snel samenvindt. En als nieuwe speler komen, verandert zich ook de hiërarchie, logisch. De eerste fase noemen we de wetenschapper storming fase, inderdaad. En dan moet je als trainer natuurlijk ook leiden en kijken wat is fitness, tactiek, techniek. En wil natuurlijk op het veld alles dan brengen dat de toeschouwers tevreden zijn. Dan moet je ook 6 weken, 7 weken zo werken dat we aan de eerste dag tegen Volendam scherp zijn. Volgens mij is inmiddels iemand met een vraag. Wat ga jij anders doen ten opzichte van Danny Buijs? Goeie vraag. Alleen moet men zeggen wat heeft Danny Buijs gemaakt, dan kan ik zeggen wat ik anders doe. Dat is moeilijk, hè? Ik weet. Oh. Als je insider bent, dan... Vechtvoetbal doen. Nog een keer. En dat heeft hij eigenlijk wel in fases gedaan, maar eigenlijk ook weer niet. We willen eigenlijk gewoon leuk voetbal zien. Weet je, ik als trainer moet opletten dat ik niet over andere trainer praat. Dat is de eerste. Ja, sorry. Waarom? Nee, ik kan het uitleggen waarom. Ik heb geen idee wat hij gedaan heeft. Nu zeg ik, hij heeft dat en dat gedaan. Zeg ik, ja, kan zijn, weet ik niet. Maar dat is ook niet belangrijk. Ik weet dat Danny Buijs een ploeg mee overgeven had, of heeft, die goed is. So, de succes, ik denk we hebben ook succes, wat succes is, dan is hij ook de basis geweest. De jongens hebben 1 jaar samen gewerkt en Danny Buijs heeft zijn handschrift gegeven. En voor mij is het belangrijk in een nieuw team niet totaal andere dingen te doen, gerade ook niet voetbal is voetbal, maar die dingen die de jongens kunnen, en die hebben ze van Danny Buijs geleerd, ook te zien. Wat hebben jullie tot nu gedaan? Wat kunnen we verder doen of veranderen? En daarom heeft ook, ik zeg nog een keer, als we succes hebben, en dat denk ik, heeft ook Danny Buijs zijn deel gedaan. Oh, okay. Dankjewel. Dan ga ik meteen door met een vraag die online al gesteld werd.
Xander Beuken vraagt, heb je al enig idee wie de aanvoerder gaat worden van jouw team? Nee, heb ik geen idee, omdat we zo, dat zeg ik eerlijk, elke oefenwedstrijd hebben we in deze voorbereiding een andere aanvoerder. En in de eind van de voorbereiding gaan die spelers en de trainers samen en we vinden dan een oplossing. Mark-Jan, nu is er vanuit het technische beleid, is er FC Groningen wil op een manier voetballen die hoort bij de club. Zit daar dan een formatie aan vast waar Frank zich aan moet houden? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk hebben wij gezegd, formatie is wat ons betreft flexibel. Hè. Dus uiteindelijk aan de trainer coach om te bepalen wat de passende formatie is bij de selectie die er is en de kwaliteiten die er in de selectie zitten. Maar dan moet je meer denken aan spelprincipes, hè, de manier waarop je voetbalt met elkaar. En wij denken dat het publiek in Groningen graag wil zien dat als we de bal verliezen, dat we proberen zo snel mogelijk die bal weer terug te pakken en te veroveren. En niet dat we achteruit gaan lopen en dan gaan wachten. Dus dat we wat verder van de goal spelen en zo snel mogelijk tegenstander onder druk zetten, om even een voorbeeld te noemen. Als we de bal hebben, dan willen we niet 25 keer tussen de centrale verdedigers heen en weer spelen, maar proberen zo snel mogelijk naar voren te spelen. Nou, dat zijn meer zeg maar, de spelprincipes waarvan wij hebben gezegd, dat denken wij, dat past bij FC Groningen. Hebben we helemaal uitgewerkt met elkaar en uiteraard hebben we in de gesprekken met Frank hebben we dat ook met elkaar besproken. En toen zei Frank, dat past helemaal niet bij mij. Toch Frank? Nee. Natuurlijk. Ja, nee. Ik ben uitgepraat. Ja, ik denk, als jij klaar bent, ik denk, jij gaat nu door. Nee, maar ik ben uitgepraat. Dat was gisteren trouwens ook al. Toen was ik ook uitgepraat. Maar nu, ik denk, je gaat hem nog doorpakken dat het wel bij hem past en waarom. Maar ik moet toch wat beter een einde aan een zin bouwen. Dat denk ik wel, manier. Ik denk dat het bij jou ligt en niet bij mij. Maar je hebt gelijk. Absoluut, je hebt gelijk. Natuurlijk, anders ben je niet hier. Natuurlijk moet je ook maar tussendoor mal doorademen. Je kunt altijd 9 minuten poweren, dat is logisch. Maar ze moeten de toeschouwers en ook alle andere mensen om ons heen het gevoel geven dat we ook alles geven. En ijshockey heeft een grote voordeel, ze hebben heel veel acties voor de doel. En dat moet je ook voor de voetbal mogelijk zijn, maar niet in de aantal, maar in de intensiteit misschien. En dan moet je heel snel de bal ook in de Tegenstander-Box brengen en geen kansen weggeven. Maar dat is voetbal. Zijn er nog mensen op de tribune die een vraag hebben? Dan mag je wel weer gaan staan, dan gaan we daarna op zoek. Ondertussen wil ik John vragen, natuurlijk de afsluiting van het jubileumjaar. Wat is jou bijgebleven van het jubileumjaar? Nou ja, wat Wouter net al refereerde, die eerste avond, dat vond ik wel heel prachtig. Hè? De zogenaamde bloedlijn die dan met fakkels van het Oosterparkstadion en de Euroborg naar de Grote Markt ging. Nou ja, en dan natuurlijk ook eigenlijk lijkt er naar de onthulling van dat beeld. De familie Koeman was hier en ik zag ook vooral hoe Wies ook emotioneel was. Mevrouw Koeman, dat is echt, dat was een mooi moment. En voor de rest zit er ook wel een smet op dat we natuurlijk heel veel wedstrijden weer niet hebben kunnen zien. Dat is natuurlijk wel heel zonde van juist in zo'n jaar. En ik hoop dat het ons komend seizoen in ieder geval bespaard blijft. Desondanks was de sfeer bij de wedstrijden waar wel publiek was, ook al was het soms 1/3, 2/3, wat hebben we al gehad, wel ontzettend goed. Ik denk dat jullie daar heel tevreden over zijn. Ja, dat is het. We hebben het gisteren ook over gehad. De samenwerking tussen de verschillende groepen die is gewoon perfect. En dat heeft zich in die Noordtribune geuit. En dat ondanks die nederlagen en ook soms misschien een wat mindere spel, was dat fantastisch. En daar blijven we ook zeker mee doorgaan. En dat moet inderdaad nu ook op die andere tribunes ontstaan. En de wisselwerking moet straks door het hele stadion gaan. Maar nee, dat is. En dan ook grote complimenten voor. Er staan een aantal hier, zie ik. Van de sfeeractie die is geweest met de Groningse Nachten. Die was gewoon misschien samen met de trein wel de mooiste die ik ooit gezien heb hier. Dus dat is uniek geweest dit jaar. Als jullie dan zoals gisteren voor het eerst samen zitten met de nieuwe trainer, wat zijn dan vragen die vanuit jullie komen? Nou, eigenlijk een beetje wel, hè, van wat echt niet eens zoveel over het systeem, denk ik. Maar gaat het dan ook over vechtvoetbal, wat we net hoorden? Nee, daar dan niet eens zo even. Meer even aftasten. Nou, wat voor persoon is Frank? Hè, hij was natuurlijk al wat moe aan het eind van zo'n dag. Ik was niet moe. Alsjeblieft. Zeg toch niet zoiets. We hebben ook wel gevraagd, hè, wat hij nou van ons verwacht. Nou, dat is natuurlijk ook wel, dat heb je ook gezegd. Hè, van als je hier bij Groningen komt, het stadion maakt wel indruk. En die supporters ook. Ja, dat zullen wij vooral ook moeten doen. Die wisselwerking tussen supporters en die spelersgroep, dat moet door blijven gaan. En daar moeten we samen voor zorgen. Mark-Jan, ondertussen zijn er heel veel vragen voor jou al online ingestuurd.
Oh. En dat krijg je natuurlijk de vraag. Je hebt nu een selectie van 30 spelers. Ja. Wat gaat daarmee gebeuren? Want ja, ik denk niet dat Frank ze alle 30 kan gaan opstellen. Nee, dat wordt lastig. Want ik kunnen er mij al spelen elke week. En een paar invallers. Maar ja, de selectie is op dit moment aan de grote kant. En ja, dat heeft ook wel mee te maken dat we heel graag de selectie op een aantal plekken wilden versterken. En dat is eigenlijk al heel snel wel gelukt. De spelers die we heel graag wilden hebben, die hebben we kunnen halen. Dus ja, dat is natuurlijk hartstikke positief. En daar zijn we ook hartstikke blij mee. Een aantal spelers die eventueel weg zouden kunnen gaan nog, ja, die zijn er allemaal nog. Dus op dit moment is de groep gewoon heel erg groot. Ik verwacht wel dat gedurende voorbereiding dat wel wat gaat veranderen. Maar het is ook wel een beetje een luxe positie. En dat heeft ook wel een beetje te maken met wat Wouter net al aan refereerde. Wat we de laatste jaren financieel gezien ook hebben opgebouwd. Dat we iets kunnen groeien in het spelersbudget. Waardoor ik nu ook de mogelijkheid heb om vooruit te anticiperen. En dat we nu rustig kunnen kijken in de voorbereiding. Ja, hoe het een en ander gaat lopen met gewoon een complete groep. En de nieuwe trainer die kan direct aan de slag met de spelers waar hij waarschijnlijk het hele jaar mee gaat werken. En dat is, dat is wel heel fijn. Kun je eens nog even kort benoemen wie we inmiddels hebben aangetrokken? Misschien te beginnen bij Joey Pelipessi. Ja, Joey hebben we aangetrokken omdat... wij denken dat we wel wat behoefte hebben aan ook wat meer spelers met persoonlijkheid. Die wat hebben meegemaakt in hun carrière. Maar ook spelers die niet in eerste instantie denken, hoe kan ik nou het verschil maken op het veld? Maar hoe kan ik het team helpen op het veld? En Joey is echt een teamspeler. Ik heb met Joey zelf nog gevoetbald bij Heracles. Met hem in de kleedkamer gezeten. En het is ook echt een fantastische persoonlijkheid. Een jongen die heel erg goed ligt in de groep. En die met eigenlijk iedereen goed overweg kan. En ja, dat zijn er niet zoveel. Ik denk dat hij wel een aantal kwaliteiten met zich meebrengt. Die misschien op het veld misschien nog niet eens direct heel erg op zullen vallen. Maar die wel van grote waarde gaan zijn voor het team. Moet ik dan doorgaan naar de volgende speler? Ik wil speler? Ook de volgende ja? wel noemen. Ik ga dan iets sneller door die andere jongens heen. We halen wederom twee jonge talenten van Ajax, hè, van jong Ajax. Van Gelder heeft al zijn debuut gemaakt in Ajax 1. Een rechtsback, waar we heel erg blij mee zijn. We denken dat hij wel ook wat onderdelen toevoegt waar we wel behoefte aan hadden. Goede fysiek, goede duelkracht, snelheid, power. Allemaal onderdelen die hij met zich meebrengt. En Moussampa is een talentvolle linksbenige centrale verdediger die we erbij krijgen. Daar zijn we ook hartstikke blij mee. Orat Mangun is een dribbelaar, hè, die we van Go Eagles halen. Een jongen die heel makkelijk een mannetje uit kan spelen en een goed oog heeft voor de steekpaas. En daarmee de andere aanvallers hopen we ook regelmatig in positie kan brengen voorin. En we hebben natuurlijk met Michael Verrips een extra optie gehaald als doelman. Ja, die... Oh. Die we in mijn ogen in een ideale constructie hebben kunnen binden door hem voor 1 jaar te huren van Fortuna met een optie tot koop. Waardoor we het komend jaar rustig kunnen kijken hoe gaat de situatie bij de keepers, hoe gaat hij zich ontwikkelen bij FC Groningen. En wat dat betreft hartstikke blij met de jongens die erbij komen. Frank, maakt Marc-Jan het jou makkelijker of moeilijker doordat hij met 30 man, een selectie van 30 man bij jou aflevert? Ich habe meine Karriere als Trainer begonnen in der 7. Divisie in Deutschland. Da habe ich 2 Wochen gehabt, waren 35 Mann auf dem Feld. Und da habe ich gelernt, nicht Alltag, sonst in den Amateuren kommen auch Tenit, ne, weil so bei Dekwart hätten. So, darum habe ich sehr viel gelernt in Methodik und darum habe ich kein Problem, ob 30 oder 20 auf dem Feld stehen. Ich kann sie alle basic halten und sie auch elke Spielers teilen zu Training. So, darum kein Problem damit. En kan hij dan mede een keuze gaan maken? Want hij moet uiteindelijk de keuze maken wie hij wel en niet gaat inzetten. Dus dat is ook voor jou weer belangrijk, wie je dan uiteindelijk wel of niet wil laten gaan. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk een samenspel. En de spelers die we nu hebben gehaald, die hebben wij ook met elkaar besproken. En Frank heeft ook geprobeerd daar beelden van te kijken, informatie in te winnen, soms referenties na te trekken. Dus dat hebben we ook voor een groot deel samen gedaan. Alhoewel ik de spelers vaak wat langer en beter kende dan wat Frank ze kende.
Maar dat geldt straks natuurlijk ook in de voorbereiding. Dan gaat Frank met het team aan de slag. Gaat hij proberen daar een goede samenstelling van te maken, een team van te kneden. Ja, en dan past misschien net de ene speler, ondanks dat het misschien wel een goede speler is, past dat net niet binnen het systeem wat Frank graag wil gaan spelen. Omdat dat voor de andere 10 of 11 spelers beter is om met die speler te spelen. En ja, vallen er misschien een paar wel buiten de boot? Of is er misschien wel behoefte aan toch nog net een ander type speler? Dus ja, daarom proberen we daar ook wel ook ruimte nog te houden. En proberen we daar ook dagelijks eigenlijk met elkaar contact over te hebben. John, nu gaan jullie traditioneel namens de supportersvereniging geven jullie een cadeau aan een nieuwe trainer. Dat mag je zo gaan doen, maar eerst wil ik het nog even met je hebben over de seizoenkaartenverkoop. Het was vandaag de laatste dag om te verlengen. Hoe staan we er voor? Wat ik het laatste weet is van gisteravond, en dat was volgens mij 9300. Dus ik was zelf bang voor die 10.000 grens. Nou, ik denk dat we die gaan halen, gelukkig wel. Ik moet wel zeggen dat ik niet helemaal blij ben met dat competitieschema wat vanmorgen bekend werd gemaakt. Want ik denk dat dat niet echt heel bevorderlijk is voor de kaartverkoop. Dus nee, gelukkig is er nog een concept, dus hopen dat we er wat aan kunnen doen. Daar hebben we dus vanmiddag hebben Gud en ik daar ook uitgebreid over gesproken. En Gud gaat er ook wel, of de club gaat er ook wel wat op in ieder geval proberen aan te veranderen. Maar we gaan hopelijk, nou ja, in ieder geval boven die 10, misschien wel richting 11.000. En dat zou fantastisch zijn. John, dankjewel voor je komst. Je mag een cadeautje geven aan Frank. Je bent, ik zag het, de eerste buitenlandse trainer in de geschiedenis van Groningen, zover ik begreep. Moet geen nachtrij zijn, hè? Nee. Wij geven normaal altijd de sjaal en het boek. Dat heeft Sjoerd Jan gisteren gedaan bij de persconferentie. Maar we hebben dus ook even iets extra's. Maak hem eerst maar open. Dankjewel. Alsjeblieft. Echt? Hey, maar rustig open maken. Ja, dan willen we zien wat het is. Oh, nu. De mensen ook, denk ik. Inburgeringskursus Groningen. Wij zijn als, ik weet niet of die erin staat. Groningers die geven ook niet zoveel graag geld uit. Dat heb jij waarschijnlijk gemerkt in die onderhandelingen met mevrouw Deres. Deze is tweedehands. Wacht. Blij dat jij mij aan Groningen noemt. John, enorm bedankt. Wacht, sorry. Ja, hier staat, wat doet een Fremd in de Beutenlander met mensen die zo snel praten als hey, en die begrijpt niks. Antwoord, laat maar praten. Er zit een examen bij, dus over een jaar gaan we je examen testen. Ja, er zit een examen bij, dus ga je testen. Ik heb sinds 4 jaar ben ik nu in Nederlands. En ik heb de eerste 2 jaren Engels gepraat en heb dan tegen mijn leraar gezegd, ik heb vroeger geen huiswerk gemaakt, ik mag nu geen huiswerk. Dan heb ik 2 jaren nodig gehad om normaal te praten in Nederland. Dan heb ik 2 jaar probeer ik te praten. Maar dit is nog maar een stap meer. Ja. Dank je wel. Succes. John, bedankt. Ja, want John gaat plek maken en dat gaat hij doen. Applaus, John. Oh. Dat gaat hij doen voor Tim Thijsman, onze voorzitter van de Business Club. Tim, welkom. Een warm applaus voor Tim. Ondertussen geldt voor jullie, ga alsjeblieft staan als je een vraag hebt, dan gaan we die namelijk behandelen. Ah, kijk, ik heb er eentje gevonden. Twee zelfs. Laten we die direct gaan doen. Even kijken. Ja? Dan gaan we jou zo... Ja, heel goed, Tim. Yes. Ik had een vraag voor Frank Wormhoef. Hoe brengt u de ambitie die de club heeft de aankomende 3 jaar over op de spelersgroep? Anpakken, die 5... Lastige vraag. Nee. Da heb ich ja 1000 Gedanken. Ich kann jetzt nur Taktik sehen und Technik und so. Und dann denke ich, das Belangreichste ist, die Spieler müssen natürlich volle Back spielen, sage Julia, volle Back spielen. Und dann denke ich, das will ich wissen, wie bringe ich das in den Menschen? So, da haben wir 2 Dinge, okay. Intrinsische Motivation, extrinsische Motivation. Extrinsische Motivation. Wird ja der Verschrill, intrinsik kommt von binnen und extrinsik ist so, soms muss man im Spieler helfen durch einen Schrott unter der Kont. Ja, ich habe so viele äußere Kanik hier. Und das ist mein Werk. Ja, so, wir haben ja auch Kernwarten in der Projekt, sagen wir nach dem großen Markt. Und das ist auch mit Anpacken, ist eh in der erste, wo ich sage, ja, ich muss mit den Menschen, mit den Spielern auch
laten zien. Wat is denn der Doelstelling der Club? Was hätten wir als Doelstelling in der Zukunft? Was können wir tun? Maar dit is zo'n balans vinden tussen we ouderen mensen. We kijken natuurlijk verder. De jongen, die hebben niks anders gedaan als gevoetbald. Die willen alleen spelen, voetbal spelen. So, die hebben een ander gevoel. En ik moet ook de mensen uitleggen, daar is niet alleen voetbal, daar zijn sponsoren achter, daar zijn toeschouwers achter, die willen iets zien, daar zijn fans achter, bewust maken. En als een mens bewust op de veld gaat en weet, ik heb alleen 9 minuten tijd. In 9 minuten kan ik alles winnen, ook voor de toeschouwers, en dan moet ik 100% brengen, dan ben ik overtuigd dat ze goed voetbal spelen. En dat probeer ik altijd, elke dag, in individuele gesprekken of met groepgesprekken te laten zien en te hopen dat de jongens het begrijpen. Daarom hebben we ook 30 spelers, we kunnen ook wisselen. Heel duidelijk, dankjewel. Gaan we direct door met de volgende. Ja, We hebben bij Groningen altijd relatief weinig Duitse spelers gehad. Ook in de jeugdopleiding, volgens mij, hebben we nooit veel Duitse spelers gehad. Kunnen we nu met de heer Wormoet ook meer Duitse spelers bij Groningen verwachten in de toekomst? En, want ja, Groningen is natuurlijk weer iets ander niveau als Heracles. Dus heeft misschien nog wel wat op een lijstje staan waarvan je zegt, nou, die waren voor Heracles net... Wat te duur of het niveau was iets te laag. Maar zou het voor Groningen misschien wel kunnen lukken? Mooie vraag. Ja, absoluut. Ja, mooie vraag. Dat was voor jou hoor, die vraag. Nee, dat is voor jou. Het is eigenlijk een vraag voor u beiden, hoor. Ik denk, u kunt zo goed samenwerken, dus u kunt nu aantonen wat dat waard is. Ja. Ja, Frank. Maar ik begrijp, u wilt graag Duitse spelers. Nou, wat wij denk ik wel een beetje missen bij Groningen en Donnie Buijzen, was wel iemand van de mouwen opstropen natuurlijk, dat was goed. Maar we missen soms denk ik wel wat spelers met een Duitse mentaliteit. Die inderdaad misschien net iets extra's of iets meer kunnen brengen als de gemiddelde Nederlandse spelers, zullen we maar zeggen. Dat moet ik iets zeggen. Ja. Met de cultuur Duitse speler, daar ben ik vakman. Is de typische Duitse speler, zo als jullie in de hoofd hebben, is ook voorbij. De typische Duitse Bertie Vogt of Rainer Bonhof of wat ik, en die met een tackle 10 meter over de gras gaan en dan zeg je de toeschouwer, boah, fantastisch, rode kaart. Dat is voorbij. Ook in Duitsland zijn we ook een mix van mensen geworden. We zijn niet meer de typisch Deutsche. Als je in Duitsland kijkt, de Bundesliga, dan vraag je, wie is eigenlijk Deutsch? Ja, dat is alles een mix, we zijn samengekreut. Ja, genau. Zusammengekreut. So, wir sind ein Land in Europa geworden und wir haben spanische Mentalität, türkische Mentalität, italienische Mentalität. Der typisch deutsche Spieler, ich weiß, was ich bedoel, Verteidiger, die fantastisch Tackle ist, auch nicht mehr. Die Akademie in Deutschland hat vergessen, Verteidiger aufzubauen. Wir haben echt große Eutarchen mit Verteidiger. Ja, natürlich in der Spitz, ja, aber die kriegen wir auch nicht. We hebben echt een Herakles, als Herakles zegt, hebben we meerdere keer gezegd, kregen we van de derde divisie goede verdediger. Toch had u bij Herakles relatief veel Duitse spelers. Nog een keer? Toch had u bij Herakles relatief veel Duitse spelers. Ja, die waren gunstig. maar daar even op inhaken richting Mark-Jan. Ja. Scouten wij überhaupt in Duitsland jeugdspelers, bijvoorbeeld Mark-Jan? In het verleden kan ik me enkele Duitse jeugdspelers herinneren, maar niet zoveel. Nee, ik denk wel dat het klopt wat je zegt, dat er niet heel erg veel Duitsers hier bij Groningen hebben gespeeld. Bijvoorbeeld Aydın Rusić kwam wel uit Duitsland, in ieder geval. Hij kwam uit de jeugd van Schalke. Maar ik kan me er ook niet zo heel erg veel herinneren. Maar we scouten daar zeker. We scouten zeker in Duitsland. We scouten regelmatig bij Borussia Dortmund 2, ook wel eens Bayern München 2, HSV 2, dat soort teams. Maar ook wel de onder-19 teams. Marietje Werko.
Ja, Marin Šverko komt natuurlijk uit de derde Bundesliga. Het is wel een halve Kroaat, maar ook een halve Duitser. Dus ja, we scouten daar zeker. Alleen ja, je probeert natuurlijk altijd te kijken, ja, wat zijn de best mogelijke opties op welk moment. En ja, toevallig zijn dat de laatste jaren niet heel erg veel Duitsers geweest. En het klopt inderdaad wel wat u zegt, dat in de tijd dat Frank en ik samen hebben gewerkt bij Heracles, hebben we wel een paar Duitsers gehaald. En het grappige is dat toen iedereen dacht, ja, dat komt uit de koker van Frank, maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Klopt. Wij waren bijvoorbeeld al met Blaswiege, de keeper die de laatste jaren bij Heracles heeft gekiept, waren wij eigenlijk al zo goed als rond. Toen kwam Frank in beeld. Ciborra hebben we gehaald. Die heeft Frank één keer nog bekeken, maar die hadden we al heel lang in beeld. Overigens wilde Groningen die toen ook graag halen. Dus ja, het is ook maar net een beetje hoe het loopt. Ja, of er daadwerkelijk Duitsers komen. Dus dat is niet zeg maar dat we dat wel of niet graag willen. Je kijkt vooral naar kwaliteit en je kijkt wel, wat u ook terecht zegt, je kijkt ook wel echt wel naar mentaliteit en past dat goed bij de groep. Hè? Vooral wat ik net over Joey Pelopessi vertelde, ja, daar proberen we wel echt goed naar te kijken. Van dat soort type spelers, ja, die kunnen wij wel heel goed gebruiken, denk ik. En Joey is gewoon een Nederlander, maar brengt misschien dan wat dat betreft wel een beetje de mentaliteit mee wat u bedoelt. We wachten dat af de komende 3 jaar. Ik heb een voorstel. Serieus, serieus. We beide maken een overeenkomst. Nu beginnen we met 1 Deutschen. En als je na 1 jaar tevreden bent, dan halen we nog een 2. Ja, ja, ja. Dank u wel voor uw vragen. Ontzettend mooi. En als we na 1 jaar niet tevreden zijn? Dan houden we maar de Deutschen. We laten het hier eerst bij. Bedankt. Dank u wel voor uw vragen. Inmiddels is Tim aangeschoven. We moesten er even op wachten. Zeker. Maar Tim, vertel eens wat jouw rol is bij de businessclub van FC Groningen. Nog heel even, hè, want dit is mijn laatste officiële gig. Hè, zoals de populaire mensen dat zeggen. Maar voor mij is het gewoon de laatste FC Groningen momentje in pak, zeg maar, met speltjes op. Want ik stop als voorzitter van de businessclub. Ja, applaus, dankjewel. Zijn er blij mee? Ja. Ja. Ik had op iets anders gehoopt, Mark Jan. Maar... Ja. Ik wist dat ik wat risico nam door het te zeggen. Nee, maar ik stop. Ik heb mijn bedrijven verkocht. Ik was sponsor vanaf 2005. Vanaf 2006 moet ik zeggen, begin van de Euroborg. En wat me overigens wel even deed terugdenken, Frank. Ik stond net even met jou te praten. Ik moet zeggen, hè, als jonge voetballer denk ik dat je heel graag speelt voor een lieve, warme, fijne man met visie. Nou, ik heb hier maar heel even gesproken, maar dat eerste deel. Ik vond het ontzettend prettig. En zoals ik je ken van tv, et cetera, zo ben je ook gewoon daar. Dus daar hou ik van, mensen die congruent zijn. Hè? Dus niet hier zo zijn en daar zo zijn. Maar we hebben natuurlijk ooit eerder een soort van min of meer Duitse coach gehad. In die zin dat hij niet Duits was, maar Duits gaf. Duits wat? Duits gaf. Duits gaf. Duitse les. Ah. Ron Jans. Ja, klopt. Wat en toen die ooit coach werd, dacht ik, jeetje mina, wat moeten we in godsnaam met een Duitse leraar voor de groep. Nou, we hebben denk ik heel veel lol van Ron Jansen gehad. Dus ik ben heel blij dat er een Duitse meneer is gekomen. Maar voorzitter van de businessclub dus, dat betekent dat je als bestuur, overigens zeg ik altijd tegen iedereen die ik altijd bel in van de sponsoren, dat ik ook gewoon sponsor ben. Hè? Ik bedoel, bestuur is gewoon vrijwilligerswerk. Dat doe je omdat je het leuk vindt of niet, denk ik. En we zijn de afgelopen 2 jaar, zeker met Kevin, ik zag hem daar al ergens zitten. En Koen is mij natuurlijk afgejat uit het bestuur. Maar om een hele goede reden, want Koen Jans is weer terug op het Groningse honk. En ik denk dat heel veel sponsoren die er al heel lang zijn, die kennen Koen. En andersom, want Koen kent eigenlijk iedereen. En ook je broer en je zus en je tante. Dus als we het dan hebben over verbinden, dan hebben we maximale verbinding weer terug op de club gebracht. Maar ik denk dat dat onze uitdaging is. En het afgelopen seizoen zijn Kevin en ik begonnen. We wouden al veel eerder, maar corona was natuurlijk gewoon echt. Ik bedoel, Wouter en jij ook trouwens. En Kevin zijn natuurlijk eigenlijk allemaal begonnen op een ongelooflijk vervelend moment, lijkt mij. Namelijk geen publiek in stadions, helemaal leeg. Het werd mij ook duidelijk hoe belangrijk eigenlijk de supporter is. Ik hoorde dus iemand zeggen, misschien moet je supporters gaan betalen. Ja, want zonder supporters, ik weet niet of je het nog kunt herinneren. Ja, ik snap dat het gevaarlijk is. Nee, maar even als metafoor. Nee, maar hoe belangrijk de supporter is op de tribune voor je beleving in de wedstrijd. Want ik vond het verschrikkelijk 2 jaar lang in lege stadions. Ik ben 1 keer meegeweest met jullie naar Vitesse. Ja. Toen heb ik tegen Wouter gezegd, nou, het is hartstikke leuk, maar je hoeft me niet weer te vragen. Maar dat is bij Vitesse ook met publiek zo. Ja. Dat is gevaarlijk, Mark-Jan, wat je nu zegt.
touché, maar ja, het bestuur van de businessclub zal het kort houden, want ik hou het vaak niet zo kort, maar het bestuur van de businessclub zorgt er gewoon voor dat sponsoren blijven. We hadden een groot verloop in het verleden, meer dan 30%, moet je nagaan. Iedereen hier met een bedrijf weet dat als je nieuwe klanten binnen had en dan loopt aan de achterkant 30% weg, dat je per saldo bijna niet kan groeien. Dus we hebben eindelijk die leegloop hebben we geremd. We zitten nu nog op een kleine 18%, dacht ik. Ik vind dat moet gewoon naar 5. Dus er is nog wel wat te doen. En de talentengroep, hè, de jonge sponsoren, dat zijn eigenlijk de sponsoren voor de toekomst. Dat is ook belangrijk. Over 20 jaar willen we ook nog sponsoren hebben. En niet alleen maar mannen zoals ik die dan met een stokje trillend op een 70ste tribune oplopen. Dus nee, dat is wat we doen. Zorgen dat we sponsoren vinden en houden en boeien. En dat we maximaal een netwerk creëren om zaken in te doen. Heb je mooi verwoord. Zo. Zo, ja, applaus. En ontzettend leuk dat je bent aangeschoven. En blijf ook vooral vragen stellen, ook aan Mark-Jan en aan Frank. En dat geldt ook nog steeds voor jullie. Zijn er nog mensen met een vraag? Oh. Mag ik jou even ontbreken? Ja. Jij wel. Ik zie William Pomp zitten, maar William, dit gaan we niet opschrijven. Hè? Dit, wat ik net heb gezegd over Vitesse. William Pomp, de clubwatcher van Dag van het Noorden. Niet alleen clubwatcher, hè? We gaan ondertussen door, want we hebben een vraag. En volgens mij is Marloes onderweg. Yes. Ja, ik heb een vraag aan de heer Wormoed. Ik ga ervan uit dat u een echte voetbalman bent. Ik denk dat dit misschien een moeilijke vraag voor u is. Maar wat is uw oprechte mening over kunstgras? Die is toch niet moeilijk? Ik ben liefhebber van kunstgras, als er zo is, zoals het in Heracles was. Moet ik zeggen, compliment. Het gras was fantastisch. Als ik de spelers vraag, zeggen ze, ach, liever natuurgras. Maar voor begin oktober tot april zeggen dat andere spelers dan, ja, maar de kunstgras is fantastisch. Maar dan zijn de normalgras slecht, dan heb man bepaalde blessuren door. Bewegen op de Kunstgras heb je in 1 jaar geen probleem. En voor Herakles war das fantastisch, das war unser Vorteil. Anders hebben we niet zo veel overwinningen gehad, Toys. Nou ja, ik denk dat dat vooral een voordeel is in de exploitatie, omdat je geen mooi trainingscomplex nodig hebt zoals wij dat hebben op Corvus en Hoorn. Ja, één veld, training, spel, absoluut. Maar nog een keer, de Kunstgras in Herakles is een uitzondering, is fantastisch geweest. War de beste Kunstgras ooit. Oké, ik hoop dat we het hier nooit krijgen. Nog een keer. Ik ben absoluut op de kant van de spelers die zeggen ze willen op gras trainen. Absoluut. Maar ik zie ook de voordeel. En de voordeel in Heracles was de kunstgras. Is het eigenlijk zo dat er in Duitsland op lager niveau op kunstgras gevoetbald wordt? Of mag dat niet? Toch, er was een tijd lang heel veel kunstgras. Vooral in de amateuren. En ja, dat is zo. Maar als we kijken naar derde Bundesliga bijvoorbeeld, tweede Bundesliga, dat was allemaal gras. Is dat verplicht? Of is dat cultuur? Ja, kunstgras is geen thema in Duitsland. In de prof-divisies, geen thema. Mark-Jan, ondertussen ga ik weer even uit het lijstje vragen die we al van tevoren hadden opgeschreven putten. Je hebt nu 4 keepers, blijft dat ook zo? Of is dat te veel? We hadden het net al even kort over de keepers. Op dit moment zijn het er 4. Alleen Jan Hoek schrijft een vervelende blessure. Die is geopereerd aan zijn schouder. Hopen dat hij in de voorbereiding snel weer fit is. Maar dat zal even afwachten zijn. Dus op dit moment hebben we 3 fitte keepers. Het is afwachten hoe het in de voorbereiding gaat ontwikkelen. Waar we het net over hadden. Frank en ik zullen dat dagelijks met elkaar bespreken. Hoe die ontwikkelingen gaan. Eigenlijk heb je misschien uiteindelijk wel aan 3 keepers voldoende in een seizoen. Maar ja, er kan natuurlijk van alles gebeuren. Er kan eentje, laten we niet hopen, geblesseerd raken. Misschien wordt er nog wel eentje verhuurd. Misschien wordt er wel eentje nog verkocht. Zeg het maar. Hoe is het bijvoorbeeld met Jan Hoekstra? Die was geblesseerd. Komt hij wel weer in de voorbereiding bij de selectie? Was je in slaap gevallen? Ja. Sorry. Ja, ik was heel even. Tim is gewoon daar. Sorry. Dat heet hypnose. Hypnose. Sorry. Ik snap dat het niet interessant is wat ik allemaal zeg. Nee, ik was even aan het kijken wat ik. Dat is zeker waar. Sorry daarvoor. Dus maar Jan, dit is een leermoment voor jou en daar wilde ik dus eigenlijk heen gaan. Hij hoopt dat Jan Hoekstra wel weer aansluit. We blikken ook terug op het jubileumjaar. Dit is een leermoment voor jou. Wat waren nou leermomenten voor jou in het jubileumjaar?
een leermoment voor mij. Ja. Er waren heel veel leermomenten, want mensen zeggen dat je het meeste leert van moeilijke dingen. Nou, dan heb ik wel veel geleerd afgelopen jaar. Het is geen heel makkelijk jaar geweest. En we hoeven daar wat mij betreft ook niet te lang bij stil te staan. Maar ik heb daar wel heel erg veel van geleerd. Heel goed in de spiegel ook gekeken, want ik heb zelf ook fouten gemaakt en dingen gedaan die ik beter had kunnen doen. En ik denk wel weer dat ik ook afgelopen jaar daardoor een betere technisch directeur weer ben geworden. En degene die dat straks kan beoordelen, dat is Frank, want die heeft een paar jaar geleden met mij samengewerkt. Dus ik hoop dat hij straks zegt van, nou, in die paar jaar heb je toch wel iets geleerd. Geef me tijd. Hier komen we op terug bij Frank. Ja, heel goed. Dan ga ik nog één keer kijken in de zaal of er nog op de tribune of er nog vragen zijn. Is er nog iemand die iets wil vragen? Want anders gaan we hem afronden. En dan. Mag ik nog een vraag? Ja, zeker. Ja. Want we hebben het de hele tijd over hoe Frank het in godsnaam 30 man zeg maar gemotiveerd en aan de praat moet houden. Maar ik neem toch aan, want we hebben het de hele tijd over wat gekomen is. Dat er mogelijkerwijs natuurlijk ook geanticipeerd al is op wat gaat vertrekken. Of waar interesse voor is. Of is dat een non-topic vandaag? Nee, dat is zeker geen non-topic. Stond niet op het blaadje van Frank blijkbaar, maar een hele goede vraag. Ja. Frank, graag gedaan. Nee, er zijn een paar spelers die jong zijn bij ons, maar die ook heel erg talentvol zijn. En waar wellicht interesse zou voor kunnen komen. Zeg ik dat nou goed? Voor zou kunnen komen. Oh, voor praat zou in de toekomst? Kunnen komen. Ja. Hypothetisch, dus bedoel je? Zou moeten kunnen. Ze zeggen waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus, zou moeten kunnen. Maar dat is Strand Lassen, dat is geen geheim. Die heeft natuurlijk een goed jaar gehad, veel gescoord. Suslov is een jonge, talentvolle jongen. Casavio. We moeten kijken wat er gebeurt op de markt. En dan alle variabelen bij elkaar afwegen om te kijken wat is de beste keuze. En ik denk dat wij ons huiswerk goed hebben gedaan. Dat als een van die spelers zou vertrekken, dat we goede vervangers kunnen halen. Alleen ja, dat spel is altijd wel lastig, want die spelers zijn nu nog op de markt. Maar zijn die ook nog op de markt als die interesse komt? Precies. Dus ja, het zou kunnen dat we nu aan de voorkant al de keuze maken om bijvoorbeeld een vervanger voor een van die gasten te halen. En te anticiperen in plaats van te reageren, dat zou kunnen. Ja. Dan hebben we de 31. Ja, precies, prima. Ja. Of 29. Maar is al niks concreet? Er is al niet iemand met één deur en been eigenlijk al de deur uit? Nee, er zijn wel clubs die me hebben gebeld, dat wel. Maar het is nog niet zo dat ze een bord op tafel hebben gelegd waar wij ja of nee tegen kunnen zeggen. Hey, in die spits van gisteravond? Klik in. Neem jij je taak van. Frank weg? Frank over. Gaat weg? We gaan zijn over tijd. Stel hem door. Ik dacht even die spits van gisteravond, Nederlands elftal, die in Mexico speelt. Die natuurlijk van Louis hier in de buurt moet gaan voetballen. Is dat niet gewoon iets voor ons nog eventjes als Larsson weggaat? Dat is wel echt een categorie te duur. Ja, maar denk je niet dat Larsson voor een serieus bedrag gaat? Als die gaat, dan gaat hij voor een serieus bedrag. Ja. We gaan nu naar een serieuze vraag, want meneer staat te popelen. Maar vooral zijn salaris is te duur. Oh, ja? Als de laatste weggaat waarschijnlijk, weet ik niet, maar... die kans bestaat, zou er geen optie zijn om Dallinga te halen? Dat zou een optie kunnen zijn. Ja. Kijk, Thijs heeft een Groninger. Ja, absoluut, een Groninger. En Thijs heeft natuurlijk hartstikke goed gedaan afgelopen seizoen. Topscorer geworden van de KKD. Het is ook zeer spijtig dat we Thijs niet langer aan Groningen hebben kunnen binden. Ik heb vorig seizoen, toen hij nog bij ons was, heb ik meerdere malen met hem en zijn agent gesproken... om te proberen zijn contract te verlengen, want hij had een aflopend contract. Want wij zagen wel degelijk potentie ook in Thijs. Thijs die gaf aan, ik ben op dit moment bij FC Groningen ben ik de vierde spits. We hebben Strand Lassen, we hebben Michael De Leeuw en we hebben Romano Postema en dan kom ik. Dus wat is mijn kans op speeltijd? Nou, toen heb ik nog voorgesteld, laten we dan je contract verlengen en dan gaan we je verhuren aan bijvoorbeeld een Excelsior of de Graafschap of noem het op. Heracles, die wilde hem niet op dat moment, maar... Kunstgras. toen zei Thijs van, en die begrijp ik ook heel goed, dan kan ik toch beter maar uit mijn contract laten lopen en transfervrij bij zo'n club gaan tekenen, want dan kan ik daarna, heb ik de clubs voor het uitkiezen als ik het heel erg goed doe. Nou, en die situatie heeft hij nu gecreëerd. En Thijs is wel een interessante spits, dus dat ben ik met u eens. En die maakt veel goals. En we willen graag een spits die doelpunten maakt, hè Frank? Absoluut. Ja.
Dus het zou kunnen. Ja, maar hij heeft ook gezegd op tv dat hij wel zou willen als de wet gevraagd. Bent u zijn zaakwaarnemer? Nee, hoor. Zijn vader. Meneer Dallinga. Ja. Nog niet. Dank u wel voor uw vraag. Ja. Ik vraag me wel eerlijk gezegd, ik heb wel contact gehad met zijn zaakwaarnemer. Ik vraag me wel af of Thijs ook daadwerkelijk wil. Maar goed, het zou kunnen. Dan laten we dat nog even in het midden. Tim, wat staat er op het programma voor de Business Club de komende weken, maanden? Oh, jeetje, ik ben eigenlijk bijna uit functie. Hè? Dus dan moet ik even heel hard graven. Wat staat er op het programma voor de Business Club? Nou, ik hoop voor iedereen een hele fijne vakantie. Vooral... En heel veel mooi weer. Heel goed. En in mijn afwezigheid ongelooflijk veel goals onder leiding van Frank. Daar hoop ik voor de club. En ik wil de club dan op dit moment ook maar gewoon even bedanken voor 15 geweldige jaren. Of 16 zelfs. Zo. Applaus. Mooi. Dan is dit een mooi moment om af te ronden. Bedankt allemaal voor jullie komst. En Frank, bedankt. Graag gedaan. Heel veel succes. Misschien een applaus nog voor Frank. Zeker. Oh. En ook Marc-Jan bedankt. En ook heel veel succes nog in de transferperiode. Dankjewel. En dan gaan wij... Frank, jij Frank bedankt natuurlijk. Ja, ja, graag gedaan. Dan gaan we heel snel afronden en dan gaan we naar nog een toegift van Wadans, denk ik. Ja. Ja. Blijf vooral nog even zitten. Krukken gaan. Moeten wij ook blijven zitten? Of niet? Wij ook? Nee, wij kunnen gaan.